TV. Vandaag gaat er weer heel wat spannends gebeuren, want hier in Bobbejaanland komen mensen van over de hele wereld. En iemand heel speciaal is er nu in het park. Het is een crazy Italiaan, Marco Zoppi genaamd. Ik ga hem dadelijk ontmoeten, want hij brengt de Magic Bubble Show. Woe! Hebben jullie goed gezien? Ik sta hier bij de enige echte Marco Zoppi. Marco, hello, how are you? Yeah, very, very fine. Yeah? You had three shows today? Four shows. Four, oh my god. Yeah. Vier shows elke dag doet deze heer hier in Bobbejaanland. Tell me, how was it today? It was a really, really good day. Yeah? The audience was really warm and the theater was practically full for all the shows. What is a magic bubble show? A magic bubble show, as the title can suggest to you, is a show where the starring are the bubbles, but not like just two. I can show you if you want. Yeah? Not just like this. I mean, this is not the show. The show is try to find the magical side of the bubbles. If you want, I can tell a little secret to prepare a homemade, pretty good bubble solution to play if you want. Oh, great. So. Hij gaat dus een recept vertellen dat jullie thuis kunnen gebruiken. Het is niet helemaal zijn recept, maar het komt wel dicht in de buurt. Okay, tell me. It's pretty simple. You must just take a glass of water, tap water, normal een glas water van de kraan. Two spoons of big spoon, I mean, of dishwashing liquid. Anyway, any kind. Twee lepels, eetlepels van gewoon wasmiddel. And one teaspoon, so the small one of glycerin. And glycerin usually you can find it in pharmacy. Ja. En één koffielepeltje glycerine. Dat kan je gewoon vinden bij de apotheek. Niet op drinken, dat is een beetje gevaarlijk. You can put everything inside the glass. Mix everything really, really slowly to don't make foam. Alles foam, goed mixen, geen schuim maken. You can build a ring with metal thread or you can take a carton tube. Okay, the carton tube for some the kitchen paper. Yeah. Okay, when it's finished, just the tube. That is great. Maybe I can be your assistant. Watch me. Okay, so what do I have to do? Wow. Zoppi, am I a good assistant? Perfect. Het zal wel zijn! Zoppi, Nick Zoppi, Thomas Zoppi! Ja, het was leuk, hè? Wil jullie Marco Zoppi zelf aan het werk zien? Dan kan dat. Hij is hier elke dag vier keer per week in het theater vooraan in het park. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering en met nieuwe kleren. En natuurlijk is Joël er dan weer bij. En de Tree Mates. En niet te vergeten, de Splash Clash. Salut! En voilà!